Je bent gewoon aan de prik in een zere wond. Dag schatje. En dan was de keuze duidelijk. Lieselot? Ja. Vandaag komt RuutdeWild.nl eenmalig terug. Oh, leuk! Leuk, ja, hè? Ja, heel leuk. Jij hebt ook al bewust meegemaakt natuurlijk. Zeker. Zometeen dus RuutdeWild.nl terug. Nou, de videoploegen zijn al binnen. Het is natuurlijk een heel dingetje. Dit is zeg maar de soundprocessing van Sander de Heer. Dit is de make-up cover van Jeroen Kijkendevechter. En dit is voor het ego van RuutdeWild. Pieter? Martijn. RuutdeWild.nl komt terug, hè? Ja, echt heel leuk. Ik ben niet te jong voor. Ik luisterde vroeger geen radio, want wij wonen in Friesland en we hadden alleen Omroep Friesland. Hé hey Jeroen. Hé hey Martijn. Je make-up cover is er, heb je dat zien? Dat is een groot ding man, dat is echt niet normaal. Ja, maar ja, je moet toch wat, hè? We zijn ondertussen ook weer zoveel jaar verder en de tijd is niet mild geweest. Wel leuk dat jij je eigen cameraman het licht hebt. Heb je het helemaal niet nodig, joh? Ik heb een biopic gemaakt. Wat goed zeg. Hé, hey, over pik gesproken, heb jij Sander de Heer al gezien? Die komt er net aan. Oh nee. Nee, dus die lijkt erop. Dat is zeg maar die opvolger van Sander. Waar is Sander de Heer? Waar is Sander? Sander de Heer loopt dat door. RuutdeWild.nl, dat was een programma wat liep van 1872 tot en met 1983. Nee, dat was de Mega Top 50. Oh, dat was de Mega Top 50. Ja, zie, ik had die twee altijd door elkaar. Maar ik ga wel luisteren hoor. Ja? Ja, oké, doei. Waarom is er nooit een afscheidsaflevering gemaakt? Waarom moet het vandaag pas? Dat is misgelopen. Misgelopen, ja. Ja, ik doe even een stukje investigative journalism. Is het nou gewoon omdat Ruud ging voor het grote geld? Zeg maar gewoon ja. John de Mol. Lex! Spannend. Ja. Grote geld. Grote geld? Ging je voor het grote geld? Nou ja, ik ging voor een nieuwe uitdaging, toch? Nee, ik ging... De NPO was een beperking. Ja. Ja, ik harnas, ging, dat knelde. Ja, ik ging voor een nieuwe uitdaging en ik kon daar veel meer doen. En je mag daar alles draaien, bij NPO mag je niet draaien wat je wil. Precies. Dat is allemaal heel beperkt met playlists en zo, bij de commerciële is dat niet. Nee, bij NPO moest ik gewoon van een lijstje draaien. Ja. Ja. En heel bureaucratisch allemaal. Ja, werd door één man bepaald. Ja. Ik zeg even bij dat het ironisch is, anders snappen ze het niet. Oh, en dit is ironisch. Astrid, ja. Heb jij RuutdeWild.nl bewust meegemaakt op de radio? Nee. Wordt het nou ongemakkelijk straks, denk je, of wordt het leuk? Nou, wij hebben elkaar al een paar keer gezien al. Ja. Dus daar is de hit er al een beetje vanaf. Maar met Sander, ja, dat is dan behoorlijk door bij te worden. Maar waar is hij nou dan? Want hij zei dat hij dus hij is niet zo groot, hè, misschien. Peter Koelewijn. Oh, nee, dat is Sander de Heer. Kijk, dat is Sander de Heer. Hij is ouder geworden. Ja hoor, ja. Sander? Nee. Sander, kun je even komen? Ja. Het duurt zo lang. Struikelt hij? Wat een puinhoop is het toch? Hallo! Hier. Goedemiddag! Goedemorgen! Hey, goedemorgen! Goed, jij bent een keer op tijd voor RuutdeWild.nl. Ja. Oh, begint het nu al? Jij kwam, als we het echt volgens oude stijl doen, kom jij om 3 of 4 binnen. Ja, en dan vergeet ik mijn motor van mijn auto uit te zetten. En begint Ruud weer. Mooi. Dat komt straks. Waarom is er nooit een afscheidsuitzending gekomen? Nou, er zijn diverse afscheidsuitzendingen gekomen, volgens mij. Ja, maar in deze setting... afscheid, Jeroen zijn afscheid, Ruud zijn afscheid, Ruud zijn comeback, Ruud zijn afscheid na zijn comeback. Ik denk dat er veel afscheidsuitzendingen zijn geweest, maar nooit een... Ja, waarom eigenlijk niet? Maar kwamen jullie nog bij elkaar over de vloer, op elke verjaardag, of... Wat ben je daar eigenlijk aan het doen? Nee, ik zit gewoon... We hadden ook ruzie met elkaar en dat gaan we zo meteen uitvechten. Nou, eens op met je story-achtige privé-nichtengedrag. Jullie hebben ruzie, zie je nou wel, we hebben afscheid geweest, hè? Ja, als ik een kritische vraag stel, is het nichtengedrag. Zo nee, jammer als dit, hè? Je bent gewoon aan de prik in een zere wond. Dat weet jij. Oh! Nou, dat vind ik wel een bekentenis. Het is dus wel een zere wond. Sander zit nu bij Sublime, ochtendshow. Bij wie? Zo makkelijk weer dit. Nee, dat weet ik verstand echt niet. Sublime. Oh, Sublime. Ja, dat heb ik thuis zelf ook aanstaan. Echt? Ja, serieus. Ook 's ochtends? Ja, 's morgens ook wel eens. Echt? Nee, natuurlijk niet. Zijn we al begonnen? Oh, nee, nee, nog niet. Nog 40 minuten. Martijn. Dag Ruud. Hey. Je bent serieus vandaag, ben je zenuwachtig? Omdat je ja, ik heb maar 3 keer bij jou nieuws gelezen vroeger. Ja, echt niet normaal, hè? Nee, dat moest toen nog op een MD'tje, want er mocht geen interactie zijn van de NOS in eerste instantie. Wat een afschuwelijke uitzending van mijn belastingcentrum. Hashtag Ruud gaat toch schilderen, JDDM Michelle. Klopt wel een beetje natuurlijk.
Nee, maar daarom, nu weet ik ook gewoon dat ik de goede keuze heb gemaakt om zeg maar alleen door te gaan. Oh, ja. Dus, en zo werd het 6:07 bij mij gemaakt. Ja, hier is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Goedemiddag. Nou goed, de Belastingdienst mag persoonsgegevens inzien van iemand die een museumjaarkaart heeft. Ja, luister, hier is uw favoriete Friese weerman, Paulus Pietman weer. Rut, ik sta op het dak van mijn huis in Hallingen en ik ga even het weer met u doen. Vind je het leuk om terug te zijn op de radio, Rut? Ja, ik moet een beetje wennen, maar het is... Nee, hartstikke leuk. Het is heel leuk. Nou, kijkend mij heel even op de weerkaart voor de komende dagen staat er... Nou, je ziet dat hier koude temperaturen staan er genoteerd. We gaan zo langzamerhand richting het seizoen dat het weer gaat vriezen. En misschien dat we wel nog even op de schaats komen dit weekend. Moeten heel even... Wacht even, mijn vrouw staat te roepen. Mevrouw Boukje heeft lippenstift op mijn overhemd gevonden. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, want die hem moet nog terug naar de sponsor. Nou, heb ik ook nog een heel aardige spreuk voor u. Rutwild.nl is terug op de radio en het niveau is weer zo. Nou, ontlater en poppele pijn maar weer. Vond je het leuk? Ruud? Kom maar weer naar binnen. Rutwild.nl. Dit is een kaartje met 5 dingen erop. En die moet je dan zo goed mogelijk omschrijven. Binnen 30 seconden moet de rest eruit. Kun je eentje doen met ons? nou, bijvoorbeeld zwarte kleren. Motor. Stiekem een bril. Huh? En dan moet je, als je het weet, moet je het zeggen? Ja. Ja. Oh. Nou, dat. Stiekem een bril. Okay. Sleept met zijn been. komt om heel en half. Loopt de hele dag met een camera... Sander de Heer. Ja! Ik loop niet met een camera. Ja, heel goed. Goed, dat was het. Ja, dat was het. Jeroen, ja, hoe vond jij zelf dat ik het ging? Ik vond het superleuk. Ja? Ik heb echt heel erg... Ik heb het ook heel erg warm. Het zit echt een soort opvliegers. Nee, ja, ik hou er heel erg van. Maar, het was heel vertrouwd. Doei! Doei! Oh. Als jullie 60 zijn, weer nostalgisch gevoel. Nee, dit was één keer en mooi geweest. Heb je productie gedaan, hè? Ik heb productie gedaan. Ja. Was toen ook wel zo'n puinzooi? Ja. Of, ja. Het was toch mooi zo? Gewoon één keer nog even... Ik vond het heel erg leuk. Ja. Echt gek. Dit was ook mooi voor mij, voor het team nu om te laten zien... Dat is ook gestructureerd dan. Maar hoe goed ze eigenlijk zijn. Want we waren echt een heel slecht radioprogramma. Kun je er even naast elkaar gaan staan voor de thumbnail? Vind ik leuk. Sander is nou toch weg. Dus nou even of jullie elkaar aardig vinden. Ja, ik heb hem. Thanks. Oh, heerlijk.